In de afgelopen 5 jaar heb ik veel met KPN samengewerkt als innovatieambassadeur. Dat begon in 2013, toen ik een Tesla Model S kocht, deze groen pimpte en als voorbeeld van innovatie gebruikte hoe auto's veranderden van vervoermiddel naar connected computers op wielen. De Model S en later de Model X reed ik 50.000 kilometer per jaar en gebruikte het als interviewstudio en kwam er vaak mee op televisie en documentaires. Ik ging berichten over alle innovaties die bij KPN plaatsvonden en hoe die ons leven veranderden. Tijdens mijn 200 presentaties per jaar besteed ik aandacht aan alle activiteiten zoals 4G, het komende 5G, het Internet of Things, het LoRa-netwerk en andere innovaties zoals digitale identiteit die KPN provide. Intern deed ik zaken als de rondleiding tijdens Mobile World Conference voor de Raad van Bestuur. Ik presenteerde over de komende applicatie aan de netwerkarchitecten en gaf presentaties voor vele afdelingen en trad op in klantenevenementen. Ik ben 100 keer per jaar op radio en televisie en vele malen in kranten en ergens op het internet, vaak gekleed in mijn goede pak. Ik interview graag de KPN innovatiehelden, bijvoorbeeld tijdens mijn radioshow. Ik maak filmpjes bij creatieve evenementen, zoals de coolste baan van Nederland. Verzorg een inspiratiepresentatie met klassencontactcoaches. En interview de burgemeester Abu Taleb tijdens wereldkampioenschappen Sure Track. En verder mocht ik presenteren voor de organisatoren van de week tegen de eenzaamheid in het Rijksmuseum. Vandaag maak ik een filmpje bij het concertgebouw voor het KPN Mooiste Contactfonds. Ik vind het top om met KPN samen te werken aan innovatieversnelling. KPN kan mijn strippenkaart naast presentaties in en extern gebruiken voor innovatieacceleratiesessies bij product- en marketinggroepen. Interviews met VIP's zoals klanten, toeleveranciers, politici en innovatiehelden binnen het bedrijf, bijvoorbeeld KPN Stakeholders Evenement. Ik ben werkelijk het sterkst als ik kan improviseren in mijn bijdrage. Niets is me te gek. Daag me uit. We gaan naar die 5G, naar de big data, de AI, de miljarden devices en de netwerken van KPN die dit mogelijk maken. En alle industrieën zoals de mobiliteit, onderwijs, gezondheidszorg, de overheid, energie en communicatie worden tot op het bot veranderd in de komende jaren. En KPN gaat hier fundamenteel aan bijdragen. En dat wil ik heel graag enthousiast helpen uitdragen, omdat ik echt waardeer waar KPN voor staat.